Pim Mathis, de oprichter van Vraag Hugo. Op 25 mei gaat de Europese privacywetgeving GDPR, ook wel bekend als de AGG, in werking. En dan elk bedrijf moet voorzichtig omgaan of op een hele andere manier omgaan met de manier waarop ze persoonsgegevens verzamelen en wat ze vervolgens met die persoonsgegevens doen. Je hebt nu ook grondslagen nodig om persoonsgegevens te verzamelen. Dat staat in die wet. Maar wat zijn nou precies grondslagen? Ja, grondslagen is een heel erg juridisch woord, hè? Eigenlijk voor een goede reden. En of een reden wel of niet goed is, ja, dat staat echt letterlijk in die wet. En er zijn 6 redenen die je zou kunnen bedenken. Met subcategorieën weer, super ingewikkeld. Maar er zijn 3 hoofdcategorieën. Maar er zijn er 3 die het meeste voorkomen. En de allereerste is dat je die persoonsgegevens moet verwerken om de opdracht die je gekregen hebt uit te kunnen voeren. Dus een mooi voorbeeld is dat wanneer je cv's hebt en je bent een recruitmentbureau, ja, dan zul je die informatie toch echt op je computer moeten bewaren, moeten kunnen mailen en vast kunnen leggen. Dus dat verwerken. Als recruiter kan je niet zonder cv's. Dan weet je niet wie je aan welk bedrijf moet matchen. Precies. Dus dat is de eerste reden. Goede reden. Tweede reden is van nou, ik heb toestemming gekregen om deze gegevens te verwerken van degene waar het over gaat. Nou, dat is perfect. Dus een heel mooi voorbeeld daarvan is de nieuwsbrief. Iemand heeft tegen mij gezegd, stuur mij die nieuwsbrief maar. Dus toestemming, dat is nummer 2. De derde is, en dat klinkt weer een beetje juridisch, gerechtvaardig belang. Met andere woorden, het belang van de privacy van degene waar het over gaat, is minder groot dan mijn belang om die persoonsgegevens te verwerken. En dan heb je het vaak over commercieel gerechtvaardigd belang. Dus ik als ondernemer moet toch aan klanten komen, dus ik moet iets met gegevens gaan doen. Dat is een voorbeeld van een commercieel gerechtvaardigd belang, nummer 3. Maar hij staat ook op nummer 3, omdat je het liefste eerst gewoon, weet je wel, ik heb het nodig om een overeenkomst uit te kunnen voeren, of dat je toestemming hebt gekregen. En als die 2 er niet zijn, dan kom je op die 3e uit en dan wordt het al een beetje grijs gebied.